een heel goede avond. Vandaag sluiten we onze reeks tropenverhalen af met de historie van de Shaba-crisis. En daarvoor moeten we terug naar mei 78. Gewapende rebellen vielen toen vanuit Angola de Zairese provincie Shaba binnen. Shaba, het vroegere Katanga, was het centrum van de koperproductie. En de opstandelingen sneden met hun inval het regime van president Mobutu af van zijn belangrijkste inkomensbron. De rebellen waren opvolgers van de beruchte Katangese gendarmes. Die waren gevlucht toen Mobutu hen probeerde uit te moorden. En het zwakke Zairese leger was nu geen partij voor hen. Mobutu had hulp nodig. De Belgen wilden niet zomaar zijn corrupte regime steunen. Maar de regering Tindemans was wel bezorgd over het lot van honderden landgenoten in Shaba. En ze was op haar hoede voor de toegenomen invloed van Frankrijk in Zaïre. Want de Fransen stuurden wel troepen. En snel. Er ontstond uiteindelijk een soort van vreemde wedstrijd. Om wie het eerst ter plekke zou zijn. Frankrijk of ons land. En we vertellen vanavond die bizarre geschiedenis in de historie van Operatie Shaba. De garçon in het restaurant die zei altijd, je gaat zien, in één keer gaat de boom zijn en ze gaan hier staan. En we kregen dan ook een telefoontje binnen van vrienden die aan de andere kant van de stad wonen, van Franse vrienden, die zeiden, ja, het zijn de Katangese rebellen, we hebben ze gezien, we hebben ze dus voor onze tuin zien passeren, ze zijn in uniform. Dus je staat voor die beslissing. Wie dat niet meegemaakt heeft, hè, die weet niet wat regeren of besturen betekent. Katanga, 1960. Een vlag, een leger, een president. Moïse Tshombe heeft de rijkste provincie van Congo uitgeroepen tot een onafhankelijke staat. Bijgestaan door Belgen en andere buitenlanders en met veel geld van de Union Minière, houdt het koperstaatje het 3 jaar vol tegen de rest van de wereld. Tshombe's leger, de Katangese gendarmerie, vestigt in die dagen zijn reputatie van vreedheid. De meeste gendarmes horen, net als Tshombe zelf, tot het Lunda-volk. Tegen betaling vechten er ook heel wat blanken mee. Na 3 jaar rolt een UNO-macht de secessie op. Nous sommes prêts à proclamer immédiatement devant le monde que la sécession katangaise est terminée. De Katangese secessie is afgelopen. President Kasavubu kan even de illusie van een Congolese staat ophouden. De wereld kijkt stom verbaasd toe wanneer hij kort daarna uitgerekend Moïse Tshombe binnenhaalt als premier. Kasavubu heeft Tshombe en vooral zijn vele blanke vrienden en ex-gendarmes nodig om een nieuwe opstand te bedwingen. Eind 1965 is het afgelopen met de politieke spelletjes in Congo. Generaal Mobutu grijpt de macht. Exit Moïse Tshombe. En deze keer voorgoed. De relatie met de Katangese gendarmes en de blanke huurlingen, die nog altijd tegen de rebellen in het oosten vechten, wordt moeilijk. Ze komen zelfs een paar keer in opstand. Die opstanden worden bloedig onderdrukt. De gendarmes die zich aan Mobutu overgeven, worden vermoord. De overlevenden vluchten het land uit naar Angola. Mobutu regeert met ijzeren hand over Katanga. Hij geeft de provincie onder andere een nieuwe naam, Shaba. Het Lunda-volk voelt zich bedreigd en veel mensen slaan op de vlucht. Ze voegen zich bij de gendarmes in Angola. Angola is dan nog een Portugese kolonie, maar het koloniale bewind wankelt. Verschillende bevrijdingsorganisaties voeren een gewapende strijd voor onafhankelijkheid. De Katangese helpen de Portugezen eerst om hen te bestrijden. In 1975 laat Portugal zijn oude kolonie gaan. De Angolezen beginnen nu mekaar te bevechten. De gendarmes kiezen uiteindelijk partij voor één van de Angolese organisaties,
de zogenaamd marxistische MPLA, geleid door dokter Agostinho Neto. À ce moment-là, ils ont eu à prendre la facilité d'aller du côté du MPLA dirigé par monsieur Agostinho Neto. Et monsieur Agostinho Neto et son équipe ont pu faire cela sur un engagement contractuel qu'on a appelé communément à l'époque les accords de COSA. Het is eigenlijk dankzij de steun die de Catalaanse gendarmes hebben verleend aan NATO dat Luanda heeft kunnen standhouden tot op het ogenblik dat de MPLA steun heeft gekregen van de Cubaanse troepen. Dus dat betekent dat NATO nooit aan de macht had kunnen komen zonder steun van de Catalaanse gendarmes. Zowel Neto als zijn opvolger Dos Santos waren persoonlijk verplicht tegenover de Catalaanse gendarmes om iets terug te doen om hen te helpen eventueel de macht te veroveren in Zaïre. Met de hulp van Neto stichten de ex-gendarmes in Angola het Nationaal Bevrijdingsfront van Congo, het FLNC. Leider is Nathanael Mbumba, een ex-politiecommissaris van de mijnstad Kolwezi. De gendarmes noemen zich voortaan tijgers. In Congo, dat nu Zaïre heet, gaat de economie van kwaad naar erger. Mobutu kondigt de Zaïrianisering af. Winkels en bedrijven van blanken worden geconfiskeerd en verdeeld onder vrienden en verwanten. Tout est entre nos mains. C'est-à-dire, en clair, que nous maîtrisons notre économie. Nous sommes maîtres du sol et du sous-sol de nos ancêtres. De val van de wereldprijs voor koper heeft de Zaïrese crisis versneld. Veel van dat koper wordt nog altijd in België verwerkt. De relatie met de vroegere kolonisator is economisch en politiek nog altijd van belang. Maar Mobutu wisselt beschuldigingen en scheldtirades aan het adres van de Belgen af met de feestelijke ontvangst van politici. Dan begint het FLNC met operaties in het grensgebied tussen Angola en Chaba. Op 9 maart 1977 voeren de ex-gendarmes een aanval uit op het grensstadje Dilolo. Er is niemand die hen tegenhoudt en ze besluiten verder te gaan. De eerste Chaba-oorlog is begonnen. Cette marche de la première guerre dite de Chaba, ce n'était pas une marche de conquête de Kinshasa. C'était une marche, comme je l'ai dit au début, de recrutement. Et c'est dans cette marche que moi, en tant que jeune de l'époque, j'ai pu alors aller en Angola et rejoindre les FLNC. In twee groepen rukken de rebellen op. Eén groep trekt naar het noorden, een andere naar het oosten, richting Kolwezi, het centrum van de koperindustrie. Het Zaïrese leger blijkt geen partij voor de tijgers. Na een paar dagen meldt Mobutu dat zogenaamde Angolese huurlingen het land zijn binnengevallen. Later beschuldigt hij de Sovjet-Unie en Cuba ervan de inval te steunen. Onze huisboy, zijn vrouw, was in verwachting en die heeft dan, is dan bevallen. Die ging die gaan aangeven en die moest aan het Zaïrese leger, aan Barrage, betalen voor de door te mogen om zijn kind te gaan aangeven. Maar die soldaten die op die barrage stonden, moesten ook betalen om niet naar het front te moeten. Dat was Zaïre's leger. Na een paar weken verovert het FLNC zonder veel moeite de Magaanstad Muchacha. Een BRT-ploeg met journalist Walter Zinze slaagt erin Kolwezi te bereiken. De sfeer was die eigenlijk van een fijn regime. Ik heb achteraf gezegd, en men heeft mij dat dikwijls kwalijk genomen, Mobutu overleeft zichzelf omdat de steun ook bij de regeringsmilitairen, dus militairen die geacht werden daar voor hem oorlog te voeren tegen de rebellen, dat was allemaal flauw en die stonden op punt om te gaan lopen.
De bevolking zat letterlijk te wachten op het moment dat de rebellen gingen komen. En daar deden ook allerlei verhalen over de ronde van ze gaan morgen komen, ze gaan overmorgen komen. Kasi, eloko elutimo nene na katinini complot international contre le Zaïre. Mobutu zoekt intussen steun, maar de timing is ongelukkig. Bij zijn oude Amerikaanse vrienden is Jimmy Carter president. Een man die te veel over mensenrechten spreekt om hem zomaar bij te springen. Ook België houdt zich voorlopig gedijst, officieel althans. Er worden wel versneld wapens aan Kinshasa geleverd. Een paar Belgische officieren zullen de Zaïrese militairen adviseren. Je suis passé dans différents services où l'on m'a dit que je pourrais éventuellement amener du matériel. Je suis retourné chez le général qui m'a précisé que je recevais de quoi remplir deux C-130 et que je pouvais moi-même faire mon choix. Et j'ai fait une appréciation rapide, connaissant la force et les faiblesses de l'armée zaïroise. Je suis parti avec toute une série de mines, de mortiers, de bombmortiers. Of wij wapens geleverd hebben, dat weet ik niet. Dat kan ik mij niet herinneren. Er zijn dus C-130's die regelmatig op Afrika, Zaïre, Rwanda vliegen. Toen waren er, ik zou bijna zeggen toevallig, die een vlucht naar Afrika moesten maken. En aan boord hebben ze een aantal wapens meegenomen. Majoor Van Melle dringt er bij Mobutu persoonlijk op aan dat het bevel aan het front in handen komt van de weinige echt bekwame Zaïrese officieren, zonder inmenging van de laffe en corrupte generaals die de gunst van de president hebben. Mobutu zegt dat toe. Mee dankzij Van Melle kunnen de Zaïrese troepen een defensieve stelling innemen. Een vliegtuig met een Belgische piloot bestookt de opstandelingen. Hun opmars stopt. Intussen krijgt Mobutu meer hulp uit het buitenland. Marokko, een oude bondgenoot, zendt elitetroepen. Ze worden vervoerd met Franse militaire vliegtuigen. De Franse president Giscard d'Estaing maakt er geen geheim van dat de invasie moet worden gestopt. De Marokkanen zorgen voor de ommekeer. C'était pour les Zaïrois certainement un appui formidable de savoir les troupes marocaines derrière eux. Et à ce moment-là, la confiance s'est rétablie et ils sont repartis à la contre-attaque. Et on peut dire que grâce surtout au colonel Ikoukou, qui après a été nommé général et qui a été blessé lui-même deux fois, ça n'arrive pas tous les jours qu'un général zaïrois soit blessé au combat à la tête de ses troupes, que grâce à Ikoukou et à sa brigade, la contre-attaque a pu réussir. Langzaam maar zeker slaagt de Zaïrese Marokkaanse strijdmacht erin om het verloren terrein terug te winnen. Dat verloopt zonder zware gevechten. De soldaten van het FLNC tonen zich zelden. De bewoners van de streek krijgen het wel hard te verduren. Il y a certains villages qui n'existent plus sur la carte de géographie parce que la répression a été très forte. Pas pour contre les militaires des FLNC qui que l'armée zaïroise a surnommé des fantômes. Parce qu'on ne les voyait pas, du fait qu'ils progressaient peut-être la nuit et la journée, ils se reposaient. Bon, quand les villages ont été reprises par l'armée zaïroise, des fois, elles trouvaient les villages étaient vides. On devait alors brûler tous les villages, détruire tout ce qu'il y avait à détruire. Et si dans les villages, il y avait quelques personnes qui ont dit, écoutez, nous n'allons pas partir, nous allons rester, on est des civils, on est des vieillards, on est des femmes, des jeunes enfants, eh bien, ils se sont mis des fois à brûler, tuer tous les gens de certains villages. Na 80 dagen oorlog zijn de rebellen terug over de grens gedreven. Mobutu gunt de Marokkaanse militairen een afscheidsparade. In de nood kent men zijn vrienden. Koning Hassan heeft hem niet teleurgesteld. De Zaïrese dictator speelt zijn eigen zwakte uit als troefkaart. Als het Westen wil dat hij de communisten uit Zaïre houdt, dan moet het hem maar meer steun geven, vindt hij. Maar voor de zaak is uitgepraat, slaat het FLNC opnieuw toe.
Kolwezi, de zaterdag voor Pinksteren in 78. De laatste werkdag voor een lang weekend wordt bruut afgebroken. We wisten eigenlijk eerst niet wat er aan de hand was. We konden het geluid eigenlijk niet goed thuisbrengen. Maar toch al vlug hadden we dus gehoord dat het machinegeweren waren. Dus ratelen van geweren. We hoorden ook de kogels op ons dak afketsen. De troepen van Nathanael Mbumba hebben ongemerkt Kolwezi kunnen bereiken. Weer vanuit een basis in het grensgebied. C'est à partir de cette frontière que les troupes du FLNC se sont engagées pour la deuxième fois pour faire maintenant cette fois-là la marche d'aller à Kolwezi, qui avait deux mobiles. Un, c'était pour Narge Mobutu qui a dit de mon vivant, il n'y aura plus Shaba 2 parce que je suis basé à Kolwezi. Son état-major étant là-bas, nous avons décidé d'aller jusque dans son état-major. La deuxième possibilité qu'il y avait, c'était qu'en arrivant sur Kolwezi, on arrêtait le poumon économique du Zaïre. Na een paar uur hebben de rebellen de stad helemaal in handen. Que Kolwezi a été pris plus ou moins sans coup férir, m'étonne bien sûr, puisqu'il y avait une garnison à Kolwezi. Et je me suis dit que les Katangais ont dû opérer par infiltration et par la voie la plus directe, probablement venant par la Zambie, et puis remontant du nord vers Kolwezi. Het Zaïrese leger heeft blijkbaar geen enkele les getrokken uit de eerste aanval. Mobutu's vrienden staan niet te dringen om opnieuw tussen beiden te komen. Alleen de Franse ambassade in Kinshasa dringt bij Parijs aan op hulp. In België worden de eerste berichten uit Saba geanalyseerd. Le samedi, je pense, il y a déjà eu un premier quelques bruits et des coups de téléphone venant de Belges de la Gécamine. Et puis alors, après ça, le dimanche, c'était évident qu'il y avait une opération qui était réentamée. Het was een enorm probleem van juist te weten wat er gaande was. Wie binnengevallen was, of ze bewapend waren of niet bewapend waren, kwam onmiddellijk de vraag, is dat een stuk van de Koude Oorlog? Zijn er Cubanen bij aanwezig of niet? Levert de Sovjet-Unie wapens enzovoorts? Al die vraagstukken, daar hadden we nog geen antwoord op. Brussel geniet van een lang weekend. Maar op het kabinet van Buitenlandse Zaken maakt men zich klaar voor een crisis. Nous avions installé de quoi dormir, puisque on a très vite compris qu'il y allait avoir vraiment quelque chose de grave qui allait demander des décisions pendant les nuits. Ik was bezorgd om onze landgenoten natuurlijk. Saba was een welvarende regio, er waren heel wat landgenoten en zoiets. En die opstandelingen, ging dat beperkt blijven tot de bezetting van Saba, of gingen die proberen Zaïre te veroveren? Wat was de afmeting van die operatie? Het wordt snel duidelijk dat de Fransen de toestand anders inschatten dan de Belgen. Kolonel Gras, het hoofd van de Franse militaire missie in Kinshasa, wil dat er troepen komen. Franse en Belgische troepen. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Simonet, is op zijn hoede. Hij wil Mobutu niet zomaar steunen. Bovendien lijken de rebellen niet anti-Belgisch. Nous n'avons jamais envisagé, à aucun moment que ce soit, d'envoyer des troupes ou, je le répète, même pas de permettre aux conseillers militaires qui sont là d'intervenir. Het kabinet van Simonet begint in het geheim te onderhandelen met vertegenwoordigers van het FLNC in Brussel. Dès le début, nous avons pensé, et je pense Simonet était très attentif à cela, qu'il fallait aussi toujours garder, même si on n'était pas très sûr de la façon dont les messages passaient, mais il fallait toujours garder le contact avec les responsables, hein, entre guillemets, du FNLC ici à Bruxelles. De situatie verandert als er uit Kolwezi berichten komen over slachtpartijen en willekeurige terechtstellingen. Er was een plein voor het postgebouw en daar moesten we dus uitstappen. Daar lagen ook al verschillende lijken en naar het station toe ook lagen er nogal wat lijken. En we werden er op een rijtje gezet. Achter ons stonden zo 4, 5 soldaten, jonge kereltjes, sommigen maar 15, 16 jaar. Opgeheidst tot en met,
Die stonden te dansen met die Kalashnikov in hun hand, klaar om dus toch maar te schieten. In een huis vlakbij de kazerne van het Zaïrese leger gebeurt een massamoord. Zo'n 30 blanken worden eraf gemaakt. Wie hen gedood heeft en waarom, is nog altijd niet duidelijk. Op een bepaald ogenblik zijn de Zaïrese soldaten de mensen gaan uit hun huizen halen en ze gaan verzamelen in één huis, zogezegd, om hen beter te kunnen verdedigen. Ik ken iemand die daar ook die geweigerd heeft van mee te gaan en die nu rustig en veilig in Brussel woont. Al de anderen die zijn dus vermoord. Dus het Zaïrese leger heeft er in elk geval een zeer zware verantwoordelijkheid. Ofwel, sommigen beweren dat zij zelfs die moord hebben gepleegd dus om de, ja, om de Fransen te forceren van tussen beiden te komen. Op de eerste werkdag na het Pinksterweekend schiet de regering in actie. Een regering van Christen-Democraten, Socialisten, Volksunie en FDF. Ze is volop bezig met de staatshervorming. De beslissing was van direct een crisiscomité op te richten. Waarin zouden zetelen de premier, de vicepremier Léon Huret, buitenlandse zaken Henri Simonet, landsverdediging Paul van den Boeynans, verkeerswezen Georges Chabert, buitenlandse handel Hector de Bruyne en ontwikkelingshulp Lucien Outers. Het comité beslist om een militaire operatie te laten uitwerken. Kolonel De Poorter van de Para's en kolonel Bloem van de luchtmacht worden opgeroepen. Sommige ministers wilden niet dat het leger tussen kwam, maar sommige ministers wilden het wel. De eerste minister, Tindemans, de premier, die probeerde iedereen overeen te brengen. En ik heb dan persoonlijk beleefd, en kolonel Bloem kan dat beamen. Het is uiteindelijk VDB, minister van den Boeynans, van landsverdediging, die de mensen overhaald heeft van ons te laten vertrekken. Maar dat heeft lang geduurd. Le seul qui savait se décider dans toute cette assemblée était monsieur van den Boeynans. Tous les autres, le premier ministre en tête, monsieur Tindemans, ne savait pas prendre de décision. Les uns étaient pour intervenir, les autres n'était pas pour intervenir, je vous fais jouer la voie diplomatique, etc., etc., enfin. Alors, devant cette espèce de soupe et d'amalgame, les Français étant très bien renseignés aussi sur ce qui se passait à ce comité de crise, je crois que les Français se sont dit, oui, mais les Belges désirent-ils réellement mener cette opération ou pas ? Het hele regiment paracommando's plus een medisch team krijgt de opdracht zich klaar te maken. De gesprekken met de vertegenwoordigers van het FLNC leveren niet veel op. De militairen gaan door met hun voorbereiding, maar een beslissing blijft uit. Volksunie-minister Hector de Bruyne houdt in het crisiscomité het been stijf. Ik heb De Bruyne er moeten toe brengen dat in het kader van een humanitaire operatie de regering akkoord kon zijn. Wat ik dan bereikt heb, maar met één of twee dagen langer, trager dan misschien sommige ministers graag zouden gehad hebben. De premier minister Tindemans, die op dat moment dirigeait l'ensemble, voulait lui essayer de contenter un peu tout le monde. Et cela a un peu fait traîner les choses, il faut l'avouer. Alors, il est aussi évident que les Français voulaient et auraient bien aimé pouvoir mener l'opération seuls et qu'ils avaient trouvé là un bon prétexte pour la mener seuls. De Fransen beslissen veel sneller. Op Corsica maakt een groep para's van het Vreemdelingenlegioen zich klaar om te vertrekken. Rond de stad Kolwezi is een soort padstelling ontstaan. Enkel de luchthaven zou opnieuw in handen zijn van het Zaïrese leger. Op 18 mei worden de Belgische para's naar Melsbroek gebracht. Onder het oog van camera's en familieleden. Toch is de operatie zogenaamd geheim. Mogen we vertrekken naar Kinshasa varen. Je pense que c'est dégoûtant de faire partir des gamins de 20 ans. Pardon monsieur, vous avez votre fils qui part? Ouais.
Il est dans quoi? Tes parents? Ouais. C'est votre épouse? Non, je n'ai rien dire, quoi. C'est pas dans le pays. S'il est impossible de garder un secret dans un pays qui est en paix, quand on a alerté, je ne sais pas moi, 2000 hommes peut-être, pour une opération, c'est pas la peine, hein? Pas la peine d'essayer de garder le secret. Maar er is geen enkel soldaat die gezegd heeft, ik ga niet mee, hè. Er is geen enkel soldaat die zegt, ik moet zorgen voor mijn vrouw en mijn kinderen. Maar nee, ze zijn vrijwilliger. Alles is klaar voor het vertrek. Maar de politici hebben nog altijd geen beslissing genomen. Pas kort voor de middag geeft De Bruyne toe. De para's mogen vertrekken naar de basis van Kamina in Shaba. Kolonel Bloem zit aan de stuurknuppel van een van de transportvliegtuigen. J'ai décollé, je crois, vers 12h30 de Melsbroek. Nous devions normalement passer par la France pour faire escale à Solenzara. Et là, les Français nous ont carrément interdit de survoler leur pays. De meeste Afrikaanse landen geven evenmin toestemming voor troepentransport in hun luchtruim. De Belgen moeten om Afrika heen. De Fransen mogen wel over Afrika vliegen. Nog diezelfde avond landen ze in Kinshasa, lang voor de Belgen. Kort daarop wordt in het Élysée in Parijs de beslissing genomen om de para's de volgende dag te droppen boven Kolwezi, zonder op de Belgen te wachten. Pourquoi cette opération de lâcher de parachutiste et pourquoi l'a-t-on réalisé le plus vite qu'il a été possible de le faire? C'est parce qu'il faut bien voir quel était le danger que faisait courir la population civile, d'une part un délai, et d'autre part l'annonce publique par les grands moyens d'information, la radio, tout le monde écoutait. De rebellen horen ook dat de Fransen op komst zijn. Ze trekken meteen weg uit Kolwezi. Een bepaald ogenblik zagen we de rebellen die in goede orde, vier man naast elkaar, mooi op een rij, sommigen al zingend zelfs, dus stapten naar de weg, naar de dijk over het meer van waar ze eigenlijk gekomen waren. En ze vertrokken dus. En dat is een tamelijk lange optocht geweest. En Sandra's morgen, dus de vrijdagmorgen, was het eigenlijk stil in de stad. Er werd niet meer geschoten. Voor ons was het duidelijk, de rebellen zijn weg. Mais ça n'arrangeait plus du tout les Français. Donc dans la journée de jeudi, ils ne voulaient absolument plus entendre qu'il y avait une possibilité d'arrangement. Ils voulaient faire leur opération aéroportée, aller casser du Chabanais, je vais dire, ou du Katangé, et montrer à Mobutu qu'ils étaient, vraiment des amis du Zaïre. Nous étions au courant parce que la radio a communiqué. Tout le monde a suivi par la radio que le président Giscard d'Estaing autorisait la Légion à sauter sur Kolwezi. Et quand la Légion saute sur Kolwezi, ce n'est pas pour négocier. De eenzijdige inzet van de Franse troepen zorgt voor spanning tussen Brussel en Parijs. De regering Tindemans voelt zich gepasseerd door Giscard d'Estaing. Ik heb hem toen aan de telefoon gezegd, Giscard, dat is een autonome, soevereine beslissing van Frankrijk, dus dat is uw volste recht. En u hebt een Afrika-beleid. Wij hebben geen Afrika-politiek. Wij treden alleen op nu om humanitaire hulp te bieden. In de namiddag hebben we dan de para's zien springen. Dus boven het oude vliegveld dat juist buiten de stad. Dat moet zeggen, het was een zeer emotioneel moment. Ik denk dat iedereen er eigenlijk wat stond bij te huilen. Toen ze dat was eigenlijk zeer mooi. Dus die ene na de andere, die para's die dus naar beneden kwamen. Dat was werkelijk zeer, zeer, zeer mooi, ja. En voor ons was het dan eigenlijk wel over. De legionairs trekken Kolwezi binnen. Overal vinden ze lijken. De overlevenden begroeten hen als bevrijders. Maar de rebellen zijn verdwenen. Diezelfde namiddag landen de Belgen in Kamina, op een paar honderd kilometer van Kolwezi. Ze zijn talrijker en beter uitgerust dan de Fransen, maar ze hebben nog altijd geen toestemming om tussen beiden te komen. Toen hebben wij vernomen dat het vliegveld van Kolwezi in de handen was van de Zaïrische strijdkrachten. En ik dacht bij mezelf, dat moeten we uitbaten. Het kan heel goed zijn dat die 4000 rebellen vannacht een tegenaanval doen en dat vliegveld weer in hun handen is. Dan moet ik weer dat vliegveld veroveren. Toen heb ik gevraagd aan België, mag ik wat wij noemen een gewapende verkenning uitvoeren en een paar honderd mannen sturen, zodat dat vliegveld van ons blijft.
Pas in de late avond komt het verlossende antwoord uit Brussel. Wij hebben strenge onderrichtingen op papier gezet, die vanavond nog door de minister van Landsverdediging worden overgemaakt aan onze troepen in Kamina, vooraleer zij dus Kamina verlaten. Zij weten waaraan zich te houden. La mission des parabelges a été clairement définie. Elle consiste à recueillir les ressortissants occidentaux, à aller les chercher, à les délivrer et à les ramener à Kamina. In Kamina nemen Bloem en de poorter daarop een belangrijke beslissing. De para's zullen niet springen. Le colonel de Poorter préférait, et de loin, et je le comprends facilement, que l'on fasse un atterrissage d'assaut pour que ces hommes se regroupent beaucoup plus vite. Parce que le parachutage, les hommes sont dispersés sur de grandes distances, et avant qu'ils ne soient regroupés, évidemment, ça prend du temps. Hij landt met het vliegtuig en terwijl het aan het landen is, gaat achteraan open. En als het stopt, de mannen stormen eruit en hebt u mannen klaar in 5 minuten. In 5 minuten heb je Hans uw bataljon dat klaar is, dat kan vooruit trekken. De 1200 Belgische para's kunnen in Kolwezi zonder problemen uit de vliegtuigen stormen en ze trekken meteen naar het centrum van de stad. Wanneer de Franse kolonel Gra zijn Belgische collega ontmoet, komt het bijna tot een conflict. En dan heeft hij gezegd, ik kom hier om het bevel te nemen. Ik zeg, dat is heel goed, maar als er iemand bevel neemt, dan doe ik dat, want ik ben hier met 1000 man en nu hebt u een bataljonnetje legionairs. Wij zijn in de grote meerderheid, ik heb veel materiaal, ik heb mijn eigen voertuigen, enzovoort, enzovoort. En dan heeft hij ingezien dat onze opdracht totaal verschillend was. Voor ons was het de mensen redden en hij moest de orde herstellen. De evacuatie begint. Nog dezelfde voormiddag worden de eerste Europeanen naar het vliegveld gebracht. Kort daarop verschijnt president Mobutu zelf op het toneel. President Mobutu 2 keer ontvangen en hij heeft ons gefeliciteerd en bedankt. En heeft geprobeerd van mij te beïnvloeden om mee te helpen de orde herstellen. Toen heb ik gezegd, meneer de president, ik kreeg bevelen van mijn regering. Indien u wilt dat die bevelen veranderd zijn, moet je mijn regering contacteren. Mobutu was een handig propagandist. Mobutu verscheen om de haverklap op de lokale televisie in het gezelschap van Belgische officieren. Die wel moesten, ze konden dat niet weigeren. Waardoor bij de bevolking de mening postvatte dat Mobutu de steun had van de oude koloniale chef, inbegrepen koning Boudewijn, die altijd populair is geweest in Congo toen ook. In België is de operatie in Shaba omstreden. Linkse groepen betogen tegen de regering. Het extreemrechtse Front de la Jeunesse voert actie bij de ambassade van Angola. Belgische toestellen vliegen dag en nacht tussen Kolwezi en Kamina en van daaruit naar Zaventem, de zoveelste blanke exodus in de Congolese geschiedenis. Jusqu'à présent, il y a 954 passagers arrivés à Kinshasa. Je n'ai pas fini. Laissez-moi parler. Je comprends que 954 passagers. Les listes, vous ne savez pas téléphoner. Vous ne savez pas avoir une liste ici, s'il vous plaît. Non, ça vous ne savez pas faire. Eh bien, alors vous êtes une bande d'incapables pour moi. In de Kamer komt er hevige kritiek van de liberale oppositie. Le ministre des Affaires étrangères a répété à satiété depuis 8 jours que notre politique africaine était de ne pas en avoir. Sur ce débat, vous avez voulu vous dissocier de la France. Vous avez ainsi invité le pays à comparer deux politiques. D'un côté, un cabinet de crise, le vôtre, délibérant, tergiversant, hésitant, réfléchissant, discutaillant et différent
les décisions dont l'urgence était éclatante. Vanaf het begin heeft de regering gezegd dat indien wij zouden overgaan tot een actie in Afrika. Meneer Ramso, wij. Meneer Ramso, laat ons. Ik ben daar diep geschokt geweest, ja. Door de manier waarop dus... Het was een operatie die uiterst moeilijk voor de regering was geweest. Ik heb geprobeerd dat in enkele woorden te zeggen. Tot wij een eenheid hadden, een beslissing in de regering. En op welke manier dus. Dan het organiseren van de militaire operatie, die dus gelukkig goed verlopen was. Geen slachtoffers enzovoorts. Enfin. En dat debat is eigenlijk een karikatuur geweest van meerderheid oppositie. Alles bijeen is operatie Saba een succes. Meer dan 2000 mensen zijn geëvacueerd en soms ter plaatse al verzorgd door het medische team. De Franse pacifisten trokken zich een beetje de Fransen alleen aan. Zo, hè. En toen de Belgen gekomen waren, die hebben werkelijk de mensen gaan uithalen uit huis. Overal. De Fransen zaten achter de rebellen. Dus, en zochten de Fransen op. Maar toen de Belgen gekomen zijn, die zochten iedereen op. Wij zijn dus in de straten gegaan. We hebben geroepen, de Belgische paras zijn hier. U mag naar buiten komen en u verzamelt zich aan het college Johannes 23. En van daaruit zijn ze weggevoerd geweest naar dus het vliegveld van college. Burgers evacueren is een nobele taak, maar ze levert niet veel militaire glorie op. Omdat er in Colvezi zo weinig gevochten moest worden, helpen de Fransen de geschiedenis een handje. In de speelfilm La Légion saute sur Colvezi schieten ze er wel op los. Ik ben naar de eerste voorstelling geweest in Passage 44 en die zaal zat driekwart vol met mensen van Ginter. Onder andere ook paras. En na de film zijn de filmmakers uitgejouwd. Omdat uitsluitend over Frans Vreemdelingenlegioen was. De Belgen komen daar heel slecht uit. En in feite zijn de Belgen die geëvacueerd hebben. Moi, je n'ai jamais vu le film. J'ai vu des extraits de film. Je n'ai pas pu regarder ce film. Tellement ça me semblait hors du commun. Et ça me semble pour le moins, et en pesant bien mes mots, très exagéré. De Belgen zijn goed weggekomen in Colvezi. En de regering wil niet breken met Mobutu, ondanks alle kritiek. Pas un mot, ni du président. Non, ça va bien, il n'y a pas de problème. Aucun problème? Non, non, ça va. Monsieur le Premier ministre. Je n'ai rien à déclarer, je dois parler au Sénat cet après-midi, il faut comprendre ma position. Iedere vluchteling vertelt over zijn ervaringen en die zijn vaak tegenstrijdig. Er zijn er nu meer dan 400 in Brussel aangekomen. De BRT benadrukt de dubieuze rol van Mobutu en zijn leger. Les rebelles se comportaient très très bien. Donc c'est-à-dire c'est bien dire que les soldats aériens nous ont rançonnés. Ils nous ont fait déménager sous la menace des armes pour nous rançonner, nous voler et nous piller. Ils nous ont demandé de l'argent pour boire. Ils nous ont menacés, ils ont menacé soi-disant des rebelles pour semer un climat de terreur donc. Et les rebelles, nous avons côtoyés. J'ai des amis qui ont été arrêtés par des rebelles plus d'une fois. Chaque fois ils ont été relâchés. Ils ont même reçu du riz et des cigarettes. Op een van de volgende vliegtuigen zat bijvoorbeeld een Belgische dame die eerder de troepen van Mobutu dan de rebellen verantwoordelijk achtte voor de massamoord op 34 Europeanen. Directeur-generaal Van den Bussen verbiedt zonder meer een bijdrage van Walter Zinze voor Panorama. Walter Zinze was niet alleen zo'n Congo, maar was zo'n man in die jaren. Hè, het is ook al 20 jaar geleden, ruim 20. Die echt als atlas heel het wereldleed wou dragen. Dat was de derde wereld en de onrechtvaardigheid en ding. Dus en hij liet dat te veel blijken. In de maand januari zijn er in de Zaïrese provincie Bandundu ook vele honderden doden gevallen, maar dan wel uitsluitend Afrikanen. Dat heeft heel wat minder internationale opschudding gewekt. Maar dan, toen alleen, ze echt aan Mobutu aanvielen en aan Kluge,
wat volgens de statuten niet kon. Mobutu is een staatshoofd en ik heb Stalin ook nog altijd verdedigd. En dat was een ijzeren regel. Op die manier is voor, denk ik, de eerste en voor de laatste keer een panorama-uitzending gecensureerd die op lange termijn moest vervangen worden door interviews met de gezagsdragers in casu, premier Tindemans en minister van Buitenlandse Zaken Simonet. En dat heeft dan op zijn beurt een revolte teweeggebracht bij de toenmalige journalisten. Die is uitgemond in een staking. Drie journalisten die zich in de studio voor de camera's hebben geplaatst om op hun beurt uitzendingen die Van den Bussche dan graag zag onmogelijk te maken. Kortom, achteraf gezien was het een beetje een voor de vil, maar de zenuwen waren, kan ik u toch wel verzekeren, bij iedereen erg gespannen op dat moment. Mobutu moest worden ontzien. De angst voor Sovjets en Cubanen in Afrika was te groot. Dat er Cubanen met het FLNC meevochten, is overigens nooit bewezen. Mobutu bleef beweren van wel. De la terreur que la coalition russo-cubaine veut imposer non seulement au Zaïre, mais à tout le continent africain. Les Cubains n'ont jamais mis le pied ni dans la première guerre, ni dans la deuxième guerre, dans le Zaïre de l'époque. C'était une campagne menée par M. Mobutu et les Occidentaux qui voulaient à tout prix justifier leur guerre, comme quoi il fallait dire Mobutu parce que les Soviétiques ou les Cubains vont conquérir le Zaïre qui est dans le Gironde occidental. Bon, c'était une justification pour permettre à ce qu'on intervienne. Na de actie in Kolwezi blijft een kleine groep Belgische para's in Saba als een soort politiemacht. Na 72 uur was het voorbij in Kolwezi en dan zijn we vertrokken naar Kamina. En dan hebben we nog tot de 9 juli zijn we gebleven in Shaba. We zijn dan geweest in Lubumbashi en Kipushi en allemaal steden waar er blanken waren. Zodanig dat de bevolking kon zien, Kolwezi, daar zijn de blanken uitgevoerd geweest. Maar hij niet, wel hij mocht blijven. We zullen zorgen voor de zekerheid. De Belgen worden afgelost door een inter-Afrikaanse troepenmacht met opnieuw vooral veel Marokkanen. Het regime is weer eens gered. Mobutu heeft wel een zware mep gekregen, al kan hij dat goed verstoppen. Kolwezi zelf is de klap nooit te boven gekomen. De herinnering aan de blanke doden was diep gegrift. De meeste blanke technici zijn niet meer teruggekeerd. De mijnen zijn snel afgetakeld. Volgende week vertellen we een historie uit de Grote Oorlog. In 1917 braken er muiterijen uit in het Franse leger, nadat vele duizenden gesneuveld waren aan Le Chemin des Dames. Le Chemin des Dames is een klif van meer dan 30 kilometer lang in het noorden van Frankrijk, in de buurt van Verdun. Het was een sterke verdedigingslijn van de Duitsers. En in april 1917 beval een Franse generaal een reeks waanzinnige aanvallen op de klif. Zijn soldaten liepen zich massaal te pletter. Meer dan 250.000 mannen kwamen om. Onder de troepen brak er een opstand uit. De legerleiding kon die maar met de grootste moeite bedwingen. De muiters werden hard aangepakt, tientallen werden geëxecuteerd. Het verhaal van die crisis is lange tijd verdoezeld. Wij vertellen de hele historie volgende week. Dan ziet u de geschiedenis van de slachtpartij aan Le Chemin des Dames. Heel graag tot donderdag.